is het Breda Nu. NAKPRAAT. Nieuws. NAKPRAAT wordt iedere week samengesteld en gepresenteerd door Marcel van Es en Leon Dekkers. Technische ondersteuning verzorgd door Robert-Jan van het Veld en Sander Waasdorp. NAKPRAAT, jouw NAKNieuws. Elke donderdag op Breda Nu. Nou, moeten we toch de wedstrijd nog even gaan bespreken. Nou, wat was dat weer? Wat was dat slecht, zeg? Het klokje is net na 8 uur en we zijn hier weer aanwezig bij NAKPRAAT op jouw donderdagavond van 8 tot 9. En recht tegenover me niet de vertrouwde mensen zoals normaal, maar aan de linkerkant daar staat hij dan, Mike Walter. Goedenavond. Ja, een hele goede avond. Ja, om met de deur in huis te vallen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoeveelste keer is dit dat Marcel en Leon er allebei niet zijn met NAKPRAAT. Nou, ik moet je zeggen, ik heb het nog nooit meegemaakt. Nee, dat dacht ik ook. Ja. Daar zat ik net aan het denken. Zou het een keer voorgekomen zijn? Maar, nee, eigenlijk helemaal niet. Dus ja. Wat dat betreft een unicum. En vandaar dat we natuurlijk ook nog een tweede gast recht tegenover mij hebben staan. Ja, en ja, dat die is Cas van Zon. Hele goede avond. Sidekick nummer 2 ben ik. Sidekick nummer 2, goeie. Nou, leuk dat ik er weer bij mag zijn. Ja, inderdaad. Beide al regelmatig te horen geweest hier op Breda Nu Radio. Ja, ja. 107.3 FM. En we gaan er vanavond gewoon een apart uurtje van maken. Maar we gaan natuurlijk wel alles rondom het wel en wee van NAC de revue laten passeren. Ja, dat zeker weten. Wat is de agenda voor vanavond? Nou, we beginnen natuurlijk met de nabeschouwing op die prachtwedstrijd van afgelopen vrijdag. Dat was, ik weet niet of jullie er ook zo van genoten hebben, maar daar zullen we zo meteen wel even over gaan praten. Wil je niet liegen? Nee, ja. Nee, ik zal niet gaan liegen. Ik ken niet altijd 6 gooien, hè? Nee, dat is waar. Ja, na 4 keer is het natuurlijk ook klaar. Ja. Er zijn ook weer wat, ik heb het ontwikkeling in de selectie genoemd, maar ja, we hebben natuurlijk wel te maken met heel wat blessures. Dus daar gaan we even over praten. De verlenging van Vreven, die is rond. Ja. En we hebben een hele mooie rappel online gezet deze week. Veel stemmen op geweest, dus dat is ook wel interessant. Dat is wel lekker. Kan ik in ieder geval dat jingeltje vanavond ook weer draaien? Ja, dat is een mooi jingeltje. Als die jingle er niet is geweest, dan is het geen goede uitzending. Ja, we zullen vanavond even bekendmaken wie dat stemmetje is. Oh, daar ben ik ook wel benieuwd. Nou, dat weet ik eigenlijk ook niet. En verder hebben we natuurlijk nog de Grabbelton en de Nostradamus. Ja. Dus genoeg om over te praten. Ja, jij bent degene die het eerste nummer heeft aangevraagd vanavond. Ja. Waarom The Killers met Human? Ja, kijk, ik weet niet, de tekst kan ik niet even helemaal voor me halen of dat wat de gedachte erachter is, maar de band heet in ieder geval The Killers en we hebben de killer mentaliteit nodig in de komende maanden. Heb je er zo diep over nagedacht? Ja, nee. Nee, dat geloof ik niet. Nee, maar ik vind het wel mooi omdat gewoon een killer mentaliteit bij NAC hebben we nodig, dus gooit het er maar in, hoor, The Killers. Gaan we zeker doen. Breda Nu NAK Praat, goedenavond.